Ja. Nou. Hoe vaak ben je inmiddels al aangeklaagd? Nou, veel best mee. Maar ik moet wel zeggen, we hebben zoveel gezeik gehad met die fucking kutstudenten. Ja, maar dat is niet normaal. Wat een rotvolk is dat. Veras, welkom terug. Ja, de koek was echt op dat ik hier weer zit, of ja. Niet? Ja. Je bent echt overal ontslagen. Ja. Dus ik eindig hier wel. Maar ik heb, het is Pasen, man. Ja, het is Pasen. Ja, ik ben heel blij. Ik heb al jullie witte paasuitjes gestolen, dus die ga ik lekker mee. Oh, heb je die van ons gejat dan? Ja. Thanks, waar lagen die dan? Ja, ergens in een hoekje, man. Dus, eet ze lekker op. Ja, maar niet nu, want eerst moet je even gaan biechten. Voor het eerst dat iemand dus in Club Hub terug is en voor de tweede keer plaatsneemt in het biechthok. Hoe vond je die eerste keer eigenlijk? Ja, het was wel een beetje gewoon weer van die vragen en dan de clickbait-titels en zo. Wat was de titel ook alweer? Ja, weet ik niet, man. Maar het was iets met Pikachu en sperma, volgens mij. Oh ja, dat klopt, ja. Maar ik vond het leuk, Ik verwacht vandaag wederom heftige confessions van jou. Ja. Even kijken, vorige week, of de vorige keer bedoel ik, dropte je meteen een bommetje. Je vertelde toen dat je ging stoppen met het programma First, dat je presenteerde. Ja, man. Enige probleem was dat zij dat nog niet wisten. Nee, klopt. Wat was hun reactie? Ze vonden het echt heel leuk. Ze wouden me ook ontslaan. Alleen, ik ben alsnog gebleven, want ik had heel veel geld nodig. Ja. En Ziggo is wel chill, want ze hebben heel veel geld. Hebben ze veel geld bij Ziggo? Ja, echt ontzettend veel geld. Ze weten echt niet wat ze ermee aan moeten. Wat krijg jij dan voor een aflevering van First? Ja, minimaal wel 1k, denk ik. Ja? Denk ik. Het verschilt een beetje met mijn performance. Dus soms doe ik het slecht, soms doe ik het goed. Je krijgt het achteraf? Ja. Zeggen ze, vandaag was 850 man. Ja. There you go. Maar werd je gebeld na de uitzending dat ze zeiden van gast, dat kan je niet zeggen of helemaal geen gezeik mee gehad? Nee, viel best mee. Nee, die mensen zijn super aardig en kijk, ik deed gewoon Rambam, dus ik stopte wel bij First, maar dat was dan een paar maandjes en nu ben ik er weer. Je ging Rambam doen, dat vertelde je toen ook. Ja. Dat was ook niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Nee, kijk, het probleem van Rambam is, je gaat dan in een koffer een paar keer. En als mensen je naam googelen, mogen ze niet weten dat je bij Rambam zit. Anders kan dat je hele cover blowen. Ja. Dus dat was niet heel handig. Maar aan de andere kant, ze hebben het niet ontdekt. En mensen haten me nog steeds om. Ja. Hoe vaak ben je inmiddels al aangeklaagd? Nou, veel best mee. Maar ik moet wel zeggen, we hebben zoveel gezeik gehad met die fucking kutstudenten. Ja, maar dat is niet normaal. Wat een rotvolk is dat. Fuck al die fucking vindicat en al wat. Rambam heeft toch pas de excuses aangeboden? Ja, maar dat was bullshit, man. Dat stond in de krant. Ja, dat stond in de krant. Maar weet je... Ik dacht, wat doet Rambam nu? Ze gaan ineens sorry zeggen. Ja, maar weet je wat het is? Het is gewoon aan het eind van de dag... al die fucking clubs hebben ontzettend veel geld. Ze weten precies hetzelfde met het Jinek-verhaal. Dat we niet waren uitgenodigd, weet je wel. Wat was daar het verhaal? Die dames van die studentenvereniging zaten aan tafel bij Eva Jinek op tv... En die hadden gezegd, wij komen alleen als Rambam er niet zit. Ja, precies. Dus, maar we komen er nog wel op terug. Dit verhaal is nog niet afgelopen. Wat gaat er gebeuren? Ja, dat ga je zien, man. Dat ga ik niet zeggen. Nee, maar de deal is, Veras, jij komt naar Club Hub en dan vertel je allemaal dingen die eigenlijk nog niet verteld mogen worden. Dus wat gaat er gebeuren? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik hoop gewoon dat de ontgroeningen goed gaan. En als dat niet goed gaat, dan krijgt het verhaal zeker nog wel een staartje. Want jullie gaan wederom undercover bij de ontgroeningen. Dat ga ik niet zeggen. Oké, ik ben heel benieuwd. Maar er zitten dus nieuwe mensen in jullie team bij Rambam. En die gaan undercover dit jaar. Weet ik niet, man. Ik weet het niet. Ik hoop gewoon dat die ontgroeningen voor eens en voor altijd gewoon normaal verlopen. Want we hebben ook niks tegen studentenverenigingen. Ja, behalve ik dan. Ik vind het gewoon kansloos. Maar vanuit Rambam is het allemaal prima. Dus. Maar dat was wel heftig, toch? Was dat ook het heftigste wat jullie hebben gemaakt? Het heftigste wat ik heb gedaan bij Rambam, en dit is een leuke scoop, want dat heb ik nog niet verteld. Yes. We zouden een aflevering maken over slachthuizen, want we kennen natuurlijk allemaal de beelden van een jaar geleden in België, waar varkens werden geschopt, halfdode koeien, whatever. Dat schijnt ook zo in Nederland te zijn, dus we probeerden dat vast te leggen. En toen ging ik undercover in Limburg. Okay. En dat was fucking kut, want het is mijn eerste werkdag daar. Ik ben dus helemaal ingeschreven, alles undercover. Maar wat was je functie dan? Nou, dat wist ik dus niet. Ik dacht, ik moet waarschijnlijk darmen schoonmaken of zo. En ik werd dus neergezet op de plek waar je varkens moest ophangen, net dat het een keel werd neergesneden. Dus voor mijn neus was er een of andere Duitser. Die sneed elke keer de keel van een varken door, die net bewusteloos werd gemaakt. En vervolgens moest ik, terwijl die nog helemaal zat te trappen en shit, moest ik iets om zijn pootje heen doen en hem ophangen. Nou, sindsdien heb ik bijna geen varkensvlees meer gegeten. Dat was maar dit heb jij gefilmd ook? Ja, dat is nog het naarste van allemaal. We zaten in de auto, dat was volgens mij 8 uur 's ochtends, ergens in Zuid-Limburg. En geen enkel, dat heb je af en toe bij spy-apparatuur, dat het niet werkt en niks werkt. Dus het, uiteindelijk, aan het eind van de dag, is die hele traumatische ervaring ook nog voor niks. En die uitzending is ook niet gekomen. Dat meen je niet, ja, dat komt ook niet. Dat is echt fucking kut. Maar er is echt wel iets aan de hand daar, dus ja. Misschien volgend jaar, inshallah. Oké, want er komt nieuwe Rambam, er komen nieuwe Rambam-uitzendingen. Ja, vast en zeker wel. Ja, oké. Pas stond in het NRC, nu we het toch over hebben, het programma Rambam lijkt soms een beetje verliefd op zichzelf. Ja. Maar ben jij dan ook zelf een beetje verliefd op jouzelf? Nee, echt totaal niet, man. Ik ben fucking onzeker. Ja? Ja, man. Ja, nee, ik heb echt heel weinig liefde voor mezelf. Ja. En hoe uitzicht dat dan? Nou, ik heb mezelf bijvoorbeeld nog nooit gepijpt. Nee, dat zie jij gewoon niet zitten. Nee, ik heb nog nooit, terwijl ik seks heb gehad, in de spiegel gekeken. Maar nu ga je die kant op, maar ik heb nog geen serieus. Ik heb nog geen spiegels thuis. En dat heb je eerder gezegd. Ja, ja, ik vind dat echt eng. Heb je die film Mirrors gezien? Sindsdien vermijd ik die shit, man. Wat? Nee, ik heb niet gezien. Wat dan? Een soort van geest, dat er eigenlijk, weet je, er zijn sommige mensen geloven dat de aarde plat is en sommige mensen geloven dat er eigenlijk spiegel een soort van de andere dimensie van de aarde is. Ja, ik geloof het allebei niet, maar het zou kunnen, toch? Ja. Oké, dus daarom kijk je niet meer in de spiegel? Nee. Je bent niet heel actief meer op YouTube. Klopt. Ja. Waar verdien jij op dit moment het meeste geld mee dan? Ja, ik ben een freelancer, man. En één ding wat ik echt dit jaar nog wel meer wil gaan doen is videoclips maken eigenlijk. Dat is echt, ik merk dat dat echt gewoon een passie van me is. Ik vind dat zo fucking vet om gewoon... Wat vind je daar zo vet aan dan? Omdat je binnen 4 minuten een prachtig verhaal kan vertellen. Je kan het binnen een paar dagen draaien. En het is iets super unieks. Het is een eigen product. Als jij een film wil maken of een short of een commercial, ben je er toch heel veel tijd en geld kwijt. En bij een clip is dat een soort van cheaten, hoeft dat niet. Nu we het een beetje over muziek hebben, de vorige keer dat jij eens dat zei van volgend jaar, hou me in de gaten, ik zeg Faber Yeo, ik zeg wie noem je allemaal, maar er komen tracks aan. Ja, we hebben shit opgenomen, het zit in de studio en het gaat er zeker aankomen. Maar ja, zoals met alles in het leven, sommige dingen duren wat langer dan andere dingen. Door wie komt het dan? Is dat dan platenmaatschappijen shit? Ja, het is gewoon altijd gezeik, weet je wel. Maar met wie heb je shit opgenomen? Nou, onder andere met Joost. We hebben ook nog iets met BOA's liggen, dus ik hoop dat dat BOA's ook nog uitkomt. Nee, er komen echt heel veel dingen aan. Tof. Ja, ja. En dan nog één dingetje. Ik heb iets gehoord over een roadtrip. Ja, klopt. Jij gaat op pad naar... Nou, het is het idee om dit jaar, maar goed, misschien ga ik dat volgend jaar ook niet waarmaken, maar ik weet bijna zeker dat het gaat lukken. We hebben een paar jaar geleden met fijne vrienden zijn we naar Vietnam geweest, 6 jaar daarvoor naar het Oostblok. En dit jaar wil ik samen met 4 andere guys naar Amerika gaan, naar de Redneck States. Met wie ga je dan? Laat ik het zo zeggen, 2 jongens waarmee ik heel vaak vorig jaar heb samengewerkt. Joost. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Je zit er, ja, het zou kunnen. Donnie zou ik dan zo denken. Ja, dat zou ook kunnen. En laat ik het zo zeggen, de 4e guy ga je totaal niet zien aankomen. Dat gaat echt fucking raar zijn. Oké. Ja. Ik ben heel benieuwd. Wanneer gaan we dat horen? Nou, ik denk dat het ongeveer, als we geluk hebben, in september, augustus wel wordt online verschijnen. Ja, je vertelt zoveel, man. Het is weinig biechten, maar wel hele interessante dingen. Ja, Eén dilemma dan tot slot. Wiens teennagels zou je eerder afbijten? Die van Stuntkabouter of die van Joost? Weet je wat het is met Stuntje? Hij is super aardig. Echt wel, als ik gay was, zou ik hem gelijk gewoon alles geven, weet je wel. Yeah. Maar ja, hij heeft wel echt een bepaalde lichaamsgeur. Die... Oh ja? Ja. Hoe zou je die omschrijven dan? Uniek. Ik ken echt niemand met die geur. Het is echt uniek. Is het zeg maar... Het is een beetje jij, maar dan zeg maar die heel veel zweet, inderdaad. Wauw. Ja, ja. Dus je gaat voor Joost? Ja, 100%. Lekker. Ja, Joost ruikt echt lekker. Zijn teennagels, die lus jij rauw. Fucking geil. Top, man. Hey, dankjewel. Wederom. Tweede keer.